Ik ben Hans Steiger, 61 jaar oud en ik woon eigenlijk het grootste gedeelte van mijn leven in Veghel. Ik ben ruim 42 jaar bij de Nederlandse politie werkzaam, in het begin in het blauw en de laatste 20 jaar als technisch regisseur. Toen ik de diagnose diabetes kreeg, dan gaat er dus het molentje draaien, je krijgt medicatie. En dan zie je door de jaren heen dat die medicatie eigenlijk steeds opgehoogd gaat worden. Tot de medicatie niet meer voldoet. Ja, en dan komt de spuit. Je voelt je de hele dag patiënt. Je moet inderdaad overal waar je komt, of het bij vrienden is, bij kennis, of je gaat een museum bezoeken, je moet constant rekening houden. Heb ik mijn spullen bij me? Kan ik dat wel eten? Kan ik dat zus wel doen? Dat beheerst je hele leven. Daar ben je dag en nacht mee bezig. Ik wil die fitte opa zijn die met zijn kleinkinderen op pad gaat en niet die opa die in de bank zit en al moeite heeft als je de schoentjes van zijn kleinkinderen moet strikken, want zijn buik zit in de weg. Door mijn praktijkbegeleidster, diabetesverpleegkundige, werd ik erop geattendeerd op de stichting Voeding Leeft. Die hadden een programma dat heet Keer Diabetes 2 om. En daar mocht ik gelukkig aan deelnemen. Ik ben Mirjam Vervugt. Ik werk hier als praktijkondersteuner diabetesverpleegkundige in de huisartspraktijk in Veghel. En dat doe ik inmiddels nu 9 jaar. Via onze zorggroep kregen wij de vraag of wij mee wilden doen met de pilot. Daar hebben we ja op gezegd met de huisartsen samen. En we hadden zoiets, nou, dit is het voor Han. En dat was het ook. En tot op de dag van vandaag vind ik dat het een van de mooiste dingen in mijn leven. Daar ben ik heel eerlijk om. Die mensen hebben een andere levenswijze aangeleerd. En die andere levenswijze is niet alleen anders eten, maar is ook meer bewegen, maar ook tussen de oren goed komen. Han was echt een Bourgondier. Dat was ook wat hem voorheen parten speelde. Hij kon het altijd goed volhouden, maar toch viel hij dan weer terug in nog wat meer snoepen. Hij kookt graag, dus lekker koken. Dus het was lastig voor hem. Na die 2 dagen ben ik ook naar huis gegaan. En eigenlijk in de 2 dagen, door het anders eten met name, kon ik al een aantal eenheden insuline gaan afbouwen. En 14 dagen later was ik bijna insulinevrij. En eigenlijk 4 weken later was ik insuline en pilletjes vrij. Ik had niks meer nodig. Ik heb een elektrische fiets en ik hoor mensen al zeggen, elektrische fiets. Maar dat houdt wel in dat ik alles rond 15 kilometer rond mijn woonplaats, dat fiets ik. Han heeft gewoon echt heel goed gedaan, absoluut. Hij was ook echt een motivator voor de groep. Hij nam ook mensen mee gaan wandelen. Van kom op jongens, wandelen, hup, moeten we vandaag. Door zijn andere leefstijl kunnen wij wel, hebben we het wel voor elkaar gekregen, dat hij dus zijn waarden, zijn bloedwaardes nu normaal en gezond zijn. Maar hij zal wel altijd moeten op blijven letten en er alert op zijn. Technisch zien we diabetesvrij. En als je dan gisteren bij controle komt en je ziet je bloedwaarden, en het zijn allemaal bloedwaarden, wat bijna zeggen van een jonge vent, dan denk ik, yes! Mijn streven is er daar om, en ik ben opa, om een hele oude opa te worden voor mijn kleinkinderen. Ik heb even in mijn gedachten wel zo van, als die nou eens ooit trouwen en ik zou als opa daar naartoe kunnen, dat is mooi.